Na de overwinning bij de buren in Berkem afgelopen vrijdag ging de ploeg van John van het Schip dinsdagavond op bezoek in Genemuiden. En PEC Zwolle begint voortvarend met Van Polen. Stuurt Terre Ondaan de diepte in. Ondaan houdt het overzicht en ziet Flemming voor de goal komen. En Zian Flemming zet na 2 minuten PEC Zwolle op voorsprong. Een prima doelpunt, afgerond door de speler die overkwam van Jong Ajax. Dan Jarnie Koorman, kwam deze zomer over van FC Twente. Met de bal op Flemming, neemt hem aan op de borst, maar het lopje gaat net naast het doel van oud-Zwolle-keeper El Mali. Na een half uur krijgt Genemuiden de vrije trap, met Kavak. En die draait de bal via de binnenkant van de paal achter doelman Mickey van der Hart en daarmee trekt hij de stand in Genemuiden gelijk. Maar vlak voor rust trekt Zwolle de stand weer naar zich toe. Met Bakker. Het paasje op Flemming. Flemming speelt zich vrij van 2 tegenstanders en schiet de bal keurig voorbij El Mali en zo gaat PEC Zwolle rusten met een 2-1 voorsprong. In de tweede helft 11 nieuwe spelers aan de kant van Zwolle. En dat levert ook gelijk de kans op. Met Schet. Het schot van Schet, maar die wordt keurig gepakt door doelman Riese Bos. Gustavo Hamer. Kwam deze zomer over van Feyenoord. Op Sepp van den Berg. Van den Berg terug op Lachman. En Lachman schuift de 3-1 binnen. De verdediger die na 4 seizoenen weer terugkeerde bij PEC Zwolle. Dan Reinders. Met de bal op Van Duinen. De redding van Riesebos op het schot van Duinen. Dan kan Schet de bal binnen tikken. Maar hij schiet de bal hoog over. Een enorme kans voor Jairo Schet. Dan wordt Mike van Duinen nog eenmaal weggestuurd. Verduinen 1-op-1 met de keeper. Wordt neergehaald in de 16 meter en dan krijgt PEC Zwolle een penalty. Van Duinen gaat hem zelf nemen. En de spits die overkwam van Excelsior zette 1-4 eindstand op het bord.